Jan Maassen, we ben er weer. Hey, Lena, kom nou, schiet nou eens op. Ze nou toe op slot. Ja, dat weet ik. Je weet, ik ben vrijwillig hier naartoe gekomen. En je bent meegegaan. Ja, ik moest zwaar. En dat hij alles mee het volgende filmpje te maken. Vrijwillig. Ja. Vrijwilligers. Hey, want er is natuurlijk best. Dat is heel belangrijk. Ja. En we zoeken eigenlijk altijd nieuwe vrijwilligers. Is dat? Klopt, ik heb vanmiddag bijvoorbeeld met Leanne Zwartsoff gesproken van Ten Anker. Die is ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers om samen met de oudjes te koken en zo bijvoorbeeld. Maar waar ben ik nu vrijwillig naartoe gegaan? Ja, je zei dat we naar de Haastingen gingen. Dan zeg je, nee man, dat we naar de Haastingen gaan. Juist, dat klopt. Want volgende week vrijdag is de vrijwilligersavond. Dat schijnt elk jaar te wezen. Ik weet niet of dat altijd op dezelfde locatie is. Dat geloof ik niet. Maar het is volgende week, vrienden. Hey, 15 september. Is 15 september. Ja. En de inschrijving is nog tot... Tot 8 september? Is dat de... Jij hebt gezegd, nou, ik geloof me niks. Want het is dus echt waar. Tot 8 september kunnen ze inschrijven. Tot 8 september, naast alle vrijwilligers, kun je inschrijven. En dan kun je hier een hele leuke avond met streekproducten. En van alles is er te doen. Ja, dat schijnt heel leuk te wezen. Maar... Kom mee, daar gaan we eens binnen kijken. En je mag natuurlijk een borreltje doen samen met de burgemeester natuurlijk. Hoe leuk is dat? Ja, is leuk, maar ja. Ik kan het wat je flesjes hier. Ja, we kunnen. Doen we het in Zeeuws of doen we het hier ook in Zeeuws? We doen het in Zeeuws. Ja, op plaats Zeeuws, want we gaan niet over de bruggen praten, dat doen we niet. Binnen Zeeland. Binnen Zeeland natuurlijk. Dus we zijn hier lekker in Ten Anker. Eén samen met de burgermoeder ben we lekker weer Ten Anker toe. En Leanne, dat is de. Ja, wat doen we eigenlijk precies hier zo? Ja, ik ben coördinator welzijn hier zo. En wat doe je dan precies? En vrijwilligers. Ja, coördineren als regel. Van de vrijwilligers. Van de vrijwilligers, ja. Ben er nu veel vrijwilligers? Nou, ik van SVRZ locatie Tonen, dus net over heel tijd al Tonen. Nou, dan ben er echt wel, ik denk wel 195 of zo. Zoveel? Ja, het is echt een hele drukte. En we hebben kerkvrijwilligers, en we hebben vrijwilligers die gaan met mensen naar het ziekenhuis. We hebben vrijwilligers voor te eten. We hebben vrijwilligers om te timmeren. Kijk, daar hebben we Jan. Oké, ja. Daar is hij nog. Ja, Jan. Ja, Jan zijn karretje staat, daar zat hij zo. Die zou zo wel komen, ja. We hebben eigenlijk overal vrijwilligers voor. Vrijwilligers die helpen bieden activiteiten, ook altijd leuk, bieden koren. Noem het op, en we hebben het om te koken. We hebben er heel veel. En uitroep nog waar is nodig? Uitroep nog nodig. Ja? Ja. Vooral mensen nodig die goed kunnen wandelen, voor de wandelvereniging. Ja. En we hebben vrijwilligers nodig om te koken vooral. Want tegenwoordig doen we zelf koken met de bewoners. Oh, dat is wel heel erg leuk. Kleinschalig, ja. Dat is superleuk. Want dan heb je ook wel wat meer mensen nodig, wat meer handen. En het is gewoon fijn als er iemand extra is om te helpen. Ja, dat kan dus mensen, altijd nodig op de kleinschalige woning. Kan ik een oproep doen? Link? Ja, je mag lekker een oproep doen. Zeker. Als er iemand wil komen helpen met koken, superleuk. Meld je aan. Als je gewoon vraagt naar min, dan komt het allemaal goed. Ja, dankjewel, dat is gratis reclame dit. Ja, absoluut. En nou ja, dus u heeft natuurlijk geen tief voor natuurlijk om vrijwilliger te wezen. Maar stel je voor, zou u het anders wel doen, vrijwilliger wezen? Ja, nou ja, ik heb er nu inderdaad niet zoveel tijd voor. Nee. Dat is best wel lastig. Maar ik denk dat de AI straks wat meer vrije tijd heeft, als ik daar nog eens aan toe kom. Dat het zeker leuk zou wezen om vrijwilligerswerk te doen. Ja. 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 Wat zou je dan leuk vinden om te doen? Ja, er is natuurlijk heel veel vrijwilligerswerk, want je kan nog gewoon je bestuurswerk blijven doen. Ja, dat is ook allemaal vrijwilligerswerk. Ja. Ja, alle verenigingen die besturen hebben, ja, dat is allemaal vrijwilligerswerk. Ja. Dat is ook. Want het leidt er natuurlijk ook wel door, hè? Ja, nee, want in die plekken heb je bijvoorbeeld wel een locatie zoals hier in Ten Anker, maar de winterkoekplek en de rij dat geel niet. Nee. En dan moet je toch wat anders verzinnen. Ja. En dat is zoveel te doen, of je nu helpt met in de openbare ruimte, of inderdaad in de bibliotheek, of inderdaad met een oude iemand die bij de boodschappen wat doet. Absoluut. Je doet heel gauw vrijwilligerswerk. Ja, dat is als waar. Als je de boodschappen voor iemand doet, doe je al vrijwilligerswerk. Dat doe ik in principe al vrijwilligerswerk. En dat doe je ook met liefde natuurlijk. Zeker. En natuurlijk de Maassen, die ben vroeger goed voor ons geweest. Dus ja, precies. Dat moeten we ook precies, goed wezen, precies. Dat vind ik waar. En het is vooral ook heel leuk om te doen. Het is leuk. Je hebt contact met elkaar. Ja. En,
Mensen vertellen wat en mensen vertellen wat terug en het is gewoon leuk. Die maakt natuurlijk allemaal verhaal. Het is natuurlijk hartstikke leuk om mee te maken natuurlijk. Kun heel veel vertellen. Zullen we eens even een rondje doen? Ja, laat maar even een rondje doen. Je kan toch ook wel zien hoe belangrijk het is eigenlijk dat de vrijwilligers binnen. Ik bedoel, Leon net al een poosje over de totaaltijd. En hoe volgende week vrijdag, 15 september geloof ik, in de Haastingen. In de Haastingen, ja. Is de speciale avond van de gemeente Tonen dat ze de vrijwilligers allemaal bedanken. Dus als je vrijwilliger daar ergens bent, kom naar de Haastingen. En dan een prachtige avond voor je. En dan kun je een hapje en een drankje. Ja, natuurlijk. Dan gaan we natuurlijk ook in het kort de mensen ook echt nog een keer bedanken. Maar we bieden dat echt aan. Voor al die mensen die ze al die dag en nacht inzetten voor onze medemensen als vrijwilliger. Heel belangrijk werk. En zo weer proberen we daar wat ondersteuning aan te geven. En ook natuurlijk wat reclame voor te maken. Ja. En hopen dat er weer meer mensen binnen die zin nog aanmelden. Ja. Maar voor al die mensen die dat doen, is het gewoon zo'n avond meer dan waard om te organiseren. Dus graag kom u alsjeblieft naar de Haastingen. Alsjeblieft, bent u er dan ook? Ik ben er ook. Ja. Kom naar drankje met de burgemeester. Hey? We zien jullie dan volgende week vrijdag, mensen. Dag! Tot volgende week. Dag! Kijk eens, zo prachtig, hè? Ja, nou, je hebt het eigenlijk over de beheerder van de Haastingen, toch? Hans is hem Vissen. Dat? Ja, hem is dat. Zat wel een beetje razig op, maar toch niet. Ja, dat klopt. En dan ben ik eigenlijk al niet aan het zoeken. Waar zou Hans nog wezen? Ja, waar is Hans? Ja, ik weet het ook niet. Volgens mij neemt hij het hartstikke druk. Ja, maar ik geloof ook wel dat de Haastingen heel druk bezocht iets is. Ja, dat is, maar kunnen we dat niet beter aan Hans zelf vragen? Zou hem het weten? Want volgens mij zie ik hem de aankomen. Ook al de kop, man. Hé, Hans! Hey, goeie. Komt er wie? Ja, leuk dat jullie er zijn, joh. Welkom in Haastingen. Ja, hey, nou, Maarsen, dit is dus Hans Vissen. Hallo, ja, ik ben Beheerder Vissen, van de Haastingen. En in Orgen zit heel veel in de Haastingen. Want je kan hier zelfs in de vakantie met je kinderen naartoe. Want wat ja, we hebben afgelopen zomer hebben we inderdaad een kinderplein, een vakantiespel, althans in zoverre. Een aantal springkussens, klimwanden, allerlei spelletjes. Het was hartstikke leuk. Er waren een aantal mensen die zijn er geweest. Ja, leuk. Nou goed, en er hebben vast nog meer dingen. In een eerste avond, klopt dat wel eens? Ja. Ja, een eerste avond. Dat had dan eigenlijk, dat eerste avond. We hebben een hele leuke band hier zo, de soort Dubliners, ik weet niet, ken je die? De Jolly Baggers heet ze. Jij ook heel leuk op Zetorland, hè? Dat doe ook zo leuk. Die ook een beetje eerst Ja, maar goed. Maar nu ben ik er eventjes op mijn ding. Ja, ik vind het natuurlijk dat ze een beetje promoten natuurlijk. Ja, snap ik. Ja. Maar nu Lena vanochtend vanmiddag een gesprek gehad met de burgemeester. Ja. Oh, zo. Ben je op audiëntie geweest? Nee, ik had ze meegenomen. Oh. Ja, we zijn samen naar de banken geweest. Daar ze met de vrijwilligers te kijken. Ja, stil kleuten. Ja, zeker niet maar aan zoek. Want dit filmpje gaat dus over vrijwilligers. Ons ben eigenlijk altijd een beetje de vrijwilligers aan het promoten in ons filmpje. Dat vinden we heel belangrijk. En we weten toevallig dat het bij jou volgende week vrijdag vrijwilligersavond is. Hoe raad je het? En hoe leuk is dat? Is daar nog wat te doen? Nou, het is wordt een helemaal... Meer alcohol, it doesn't move me at all.